Maurits Hendricks. En we zien hem niet helemaal, maar hij is het toch echt. Sven Mislintat met een bekertje koffie in zijn hand. Nog niet officieel in dienst. Medio mei, maar natuurlijk is hij al begonnen. Dat gaf hij zelf ook al aan in zijn eerste interview met onze eigen Hans. Heitinga na de laatste wedstrijd tegen Fortuna wisselt op één plek. Baas is niet meer de linksback van dienst. Een basisdebuut voor Jorel Hato. Al 5 keer mogen invallen in de competitie. Nog niet als basiskant in de Eredivisie gestart. Vandaag voor het eerst. Hij weet al wel hoe het is om te starten. Dat deed hij namelijk in de KNVB-beker al een keer. Aanvoerders melden zich bij de scheidsrechter. En bij Emmen is dat Miguel Araujo. En niet Jeroen Veldmaten. Het had nog 1 keer een strijd kunnen zijn met vader Henk die afscheid neemt. Als de hoofdscout van Ajax terugkeert naar Groningen. Maar Veldmaten is helaas ziek. En dus zien we Araujo daar de tos verrichten. Het is niet de enige wijziging bij Emmen na de 0-0 tegen NEC in eigen huis. Dan zien we ook als vervanger van Veldmaten Dirksen als centrale verdediger staan. Burnett na zijn blessure voor het derde duel op rij. Linksback. En Diemers is er ook weer bij. Terug van een lichte longontsteking. Maar de vraag is hoe goed hij de antibiotica heeft verteerd. Dat kan nog wel even doorwerken. Romani aan de rechterzijde betekent dat Bouchouari op de bank begint bij FC Emmen. Bergwijn. Grilic. Alvarez. Lekkere paas gegeven door Diemers. En dan is Antonis er vandoor. De man die kwam van PSV. Geeft hem goed mee. Zivkovic. Roeli komt zijn goal uit. En dan is daar Hato. Al was dat niet heel noodzakelijk omdat die bal daar bleef steken door de ingreep van de doelman. Zivkovic had daar de openingsgoal al op zijn schoen. Heerlijke paas was dat van Mark Diemers. Die zorgde ervoor dat Antonissen vrij naar voren kon. Sanchez. Berghuis. Timber even vastgepakt, maar speelt door. Niet onverstandig. Sanchez krijgt hem niet voor. Timber schiet zelf. En dat is een hele lekkere reflex van Mickey van der Hart. Berghuis, Tadic. En dat is lekker geschoten. Rebound nog voor Bergwijn. En zo wordt het uiteindelijk een doeltrap. Tadic. Krijgt hem toch nog bij Taylor. Grilic. Taylor, Tadic, hakje geven, Klaassen, mooi gespeeld. Maar geen afronding, wel een claim voor een handsbal. Maar Nachtegaal wijst resoluut naar de hoekvlag. Alvarez. Alvarez nog een keer, nu met de voet, hij laat het aan Jorge Sanchez. En die maakt zijn tweede in het shirt van Ajax in de Eredivisie. 1-0. Het applaus van de meester, want dat was hij toch. Sebastien Haller, afscheid genomen. Voorafgaand aan dit duel met zijn 11 doelpunten in de Champions League vorig seizoen. Na een kwart wedstrijd leidt Ajax. Alvarez. Alvarez. Een zeilbal. Zo eentje die ver voorbij de paal drijft.
Gele kaart gegeven aan Alvarez. En dan weet je meteen dat het raak is. In een wedstrijd waarin het zo overbodig is tot nu toe. Alvarez maakt zijn eerste beste overtreding op Romani en mist PSV uit. Het is precies waar eigenlijk iedereen in de arena van tevoren bang voor was. Dat zo'n moment zou gebeuren. En Alvarez vraagt zich af, ja, dit is toch pas mijn eerste, waarom nu al? Ook Heitinga vindt het wat vlug gegeven, maar het risico loop je. El Mesoudi. Antonissen. Zivkovic. Leek daar volledig uit balans te zijn. Weer eens een prima combinatie van Emmen. Timber. Steekbal lukt. Sanchez voorgeven. En daar is de tweede. Steven Bergwijn. Sanchez ontpopt zich als de man van deze wedstrijd op deze manier. De draver aan de rechterkant. En het is draven met succes. Hard werken wordt beloond. Op het randje van buitenspel blijft de vlag naar beneden. Staat Bergwijn netjes achter de bal bij die voorzet van Sanchez. Die na een doelpunt nu ook een assist achter zijn naam krijgt. Zo weinig scheelde het. Krilic. Ruimte bij zowel Bergwijn als Tadic. Het gaat via eerstgenoemde. Voorzet richting tweede paal. Die kan binnengetikt worden. Het gebeurt niet. Berghuis. Hakje van Tadic. Sanchez. Bergwijn. Ja, wil toch schieten uiteindelijk. Dirksen gooit zich ervoor. Beter gezegd, springt zich ervoor. Een kopballetje van Edson Alvarez. Vrije trap voor Antonissen. Op de rand van de 16 meter. Zou eventueel nog in één keer geschoten kunnen worden. Mark Diemers. Achter de bal. Wil hij het zelf proberen? Dat wil hij. En dat heeft Rudy net op tijd in de gaten. Bekeken schot. Niet hard genoeg om Rudy echt te verrassen. Sanchez. Tadic. Berghuis. En dan nog Bergwijn met de ultieme poging. Achterlangs was een optie. Toch de bal voor zich leggen. En het vanuit de eigenlijk meest lastige hoek proberen. Taylor. Hard zat. Richting die hoek. Hij scheert net voor hem langs de verkeerde kant van de paal. Romani. En daar is Antonissen. Dat is een goede goal van Emmen. Terug in de wedstrijd. En Ajax kan dus weer de nul niet houden tegen een promovendus. Het is ook niet gek dat Antonissen maakt. Aanvallend de meest bedrijvige van de spelers van Emmen. En dan wordt het met nog een ruime half uur toch een echte wedstrijd. Timber. En Tadic. Brobby. Bij Emmen. Zit Lorenzo Burnett op het veld. En Burnett is net hersteld van een blessure. Heeft wel aardig weer wat pech gehad dit seizoen. Burnett kan niet meer verder. Dat is toch een fikse aderlating voor Lukien en Emmen.
Bouchouari, die in de vorige wedstrijd nog basisklant was. Thuis tegen NEC. Mag het laatste kwart van deze wedstrijd gaan invullen. Berghuis op Robby. Geen sprake van buitenspel. Robby wil zelf. Niet dat er heel veel andere opties waren. Diemers. Het doorkoppen van de kleine Conceição. Zorgt voor wat muziek in deze Ajax-aanval. Die afgemaakt kan worden die aanval door Conceição zelf. Of geeft hij hem af. Ja, dat doet hij. Aan Tadic. En Tadic wijst naar de invaller. Wijst naar Conceição. Buitenspel is het absoluut niet. Goeie paas dus ook van Berghuis. Maar de assist komt Conceição toe. Met de actie daarvoor nog op eigen helft. Diemer geeft het op. Diemers in dit geval. Het duel met Timber die nu wordt aangespeeld. En Conceição kan bedienen. Bouchouari. En die bal wordt nog verlengd. En Roelie moet daar nog echt met zijn handschoenen wat werk verrichten. Want de scheidsrechter kijkt op zijn horloge. En maakt er ook een einde aan deze wedstrijd. In de 29e speelronde. Een terechte overwinning voor Ajax.